Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 februari 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag geen Contestia, maar aan het eind van de uitzending wel een 8 PSK 1000 tekst en een SSTV plaatje. Van samengaan Veron en VSDA geen sprake, zo kopt een artikel op www.veron.nl. Na contact met de nieuwe voorzitter van de VSDA zit dat er niet in. Vervolgens worden op de site de notulen van de ALV van de VSDA uit 2014 aangehaald, wat duidelijk maakt dat Veron en VSDA de komende tijd of misschien zelfs langer naast elkaar zullen blijven bestaan. Op hobbyscoop.nl een erg leuke reportage met foto's, ik kan er daar niet genoeg van zien, van de nieuwbouw op de Gebranditoren. Je ziet de apparatuur, zowel close-up als in behuizing, en de enorme hoeveelheid bedrading en bekabeling. Verder zie je de mensen aan het werk en ook de antennes worden niet overgeslagen. In totaal zijn er zo'n 80 foto's. Je kunt ze bekijken door bij hobbyscoop.nl bovenaan op afbeeldingen te klikken. Je kunt ook het artikel bekijken en dan doorklikken. En eigenlijk moet je dat gewoon niet overslaan. Voor mij persoonlijk zat er nog wat grappigs in. Een van de eerste foto's die je ziet is namelijk van de twee behuizingen van de repeater van PI1 UTR voor D-Star. Ik heb zelf ook nog een foto van die repeater uit december 2007, toen dezezelfde repeater hardware anderhalve maand lang, omdat we er toen nog geen apparatuur voor hadden, werkeloos bij ondergetekende op de keukentafel heeft gestaan. Jawel, deze laatste foto is te bekijken op panelete.nl. Opmerkelijk, security.nl meldt dat een NSA-topman tijdens de USEFIX Enigma beveiligingsconferentie heeft uitgelegd hoe je je kunt wapenen tegen een inbraak door zijn eigen werkgever. Rob Joyce, hoofd van Tailored Access Operations van de NSA, gaf in zijn presentatie de gebruikte werkwijze van de NSA aan en de fasen in dat proces. NSA maakt bijvoorbeeld gewoonlijk geen gebruik van zero-day-lekken, dat wordt vaak gedacht. De aanvallen beginnen vaak veel traditioneler met e-mailbijlagen en met drive-by downloads. De vraag doet zich nu op, zou Rob Joyce graag zijn baan kwijt willen? Of is het misschien een listige poging om het hackertjesvolk zand in de ogen te strooien? Het kan natuurlijk allemaal ook nog heel gewoon oprecht zijn. Ja, dan het hoofdonderwerp van vanavond. Omdat er afgelopen weekend over de modulatie van deze uitzendingen is gediscussieerd, ga ik deze week de uitzending op verschillende manieren bewerken om te laten zien wat er kan en hoe dat uitwerkt. Om het effect daarvan niet te verstoren, zend ik in elk geval tijdens het grootste deel van deze uitzendingen geen Contestia mee. Maar om de mensen die klaar zitten met hun apparatuur voor de data niet teleur te stellen, zit er aan het eind van deze uitzendingen wel data. Dit keer met 8 PSK 1000. Omschakelen gebeurt erbij automatisch. En naar de morsen is er ook een SSTV plaatje. Wat betreft de modulatie die er tot nu toe was, zijn veel amateurs ofwel erg beleefd of ze vonden oprecht dat het wel goed was. Wel krijg ik soms commentaar van mensen die veel van audio weten, maar ik ben nu helemaal graag wat eigenwijs in dat soort dingen. Ik heb trouwens met name bij de eerdere experimenten voor de huidige audiobewerking de hulp gehad van enkele experts op dat gebied. Er zijn verder verschillende stations die aan de rand van de repeater zitten die de uitzending vandaag bijvoorbeeld niet zullen kunnen verstaan en voor wie de gebruikelijke modulatie dus wel een oplossing is. Ook is de gebruikelijke audiobewerking in de meeste gevallen een stuk beter te verstaan in de auto. En dat is van belang, want in tegenstelling tot het uitzendtijdstip van bijvoorbeeld PI4AA zit een relatief grote groep luisteraars van de Daily Minutes, zowel om 22:30 als om 19:00 s'avonds, in de auto. Van belang om te vermelden is overigens nog dat de Daily Minutes vanaf het begin een uitzending met een grote experimentele component is. Dat is omdat onze hobby er eentje is van het experiment. Je kunt in plaats van experimenten waarbij soms dingen niet goed gaan, ook de hoogste bewezen professionele standaarden en een zo groot mogelijke betrouwbaarheid nastreven. Dat is natuurlijk ook bewonderenswaardig en het is in feite alleen een andere opvatting binnen onze hobby. Misschien is die professionele benadering ook wel een stuk moeilijker dan wat de Daily Minutes doet. Iedereen zet daarbij zijn eigen standaarden en mag dat volgens zijn eigen opvattingen doen. Dat is ook het mooie van een hobby als de onze, dat er voor al die opvattingen ruimte is. Een van de belangrijkste doelen van deze uitzending is om uit te dragen dat het experiment nou eenmaal het fundament van onze hobby is. En als het daardoor dan wel eens wat krakkemikkig klinkt, so be it. Heel goed bij die filosofie van dat experimentele karakter van deze uitzendingen past het dus dat we de komende uitzendingen met de modulatie experimenteren en eens kijken wat voor verbeteringen daarbij mogelijk zijn. Ik stel me er daarbij op in dat er ongetwijfeld tientallen, zo niet honderden van opvattingen zijn wat dat betreft. Die van mezelf is er daar dus eentje van. Vandaag is het audio onbewerkt. Het gaat zo vanaf de Tascam DR05 recorder de zender op. Het enige wat ik doe is de te sterke pieken eraf halen met een beperkte limiter. Ik zag trouwens bij het monteren van deze uitzending dat er toch nog een compressor ergens aan stond. Die zit in de Tascam recorder zelf. Die is met name aan het begin van de onderwerpen heel duidelijk te horen.